Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag is het 28 december, oftewel woensdag. En vanavond gaan we live op YouTube gewoon. En ik heb al een soort van setting hier neergezet, maar er staat nog veel meer te gebeuren. We mogen natuurlijk morgen het vuurwerk halen, dat is fucking gruwelijk. Maar daarvoor staan een aantal voorbereidingen te plannen. Vanavond komen hier bij mij heel veel mensen voor die livestream. Sowieso veel mensen van PTD en zo, dus ik heb die setting al een klein beetje gemaakt. Jullie kunnen het zien hier zo. Hier een computer, daar een computer. Even een lichtscherm. En ja, er staat gewoon zieke dingen te verwachten. Ook wat denk ik niet veel mensen weten is dat ik vanavond of vanmiddag om 5:10 een interview heb bij Funix op de radio. En dat is natuurlijk ook best wel spannend, want dat is voor ons de eerste keer dat we met PTD op de radio komen of zo. En ja, daar even een interview doen. En ik denk dat ik wel even een stukje laat zien in deze vlog van dat stukje radio. Ja, sowieso een ziek interview dus. Ik bedoel, die mensen van Funix die hadden mij aangeschreven op onze e-mail van kunnen we een interviewtje doen, bla bla. Dus we dachten, weet je wat, fuck it, doen we gewoon. Hier komen dus vanavond heel veel mensen te zitten. En hier is dus dan onze setup. Iedereen weet het wel. Ja, dat wordt natuurlijk fucking gruwelijk. En in deze vlog gaan jullie ook beelden achter de livestream zien en zo. En ja, het is natuurlijk best spannend, want ik weet niet hoeveel mensen daar gaan kijken, maar ik denk dat er wel best wel wat mensen zijn. En we gaan vanavond niet slapen, want we gaan natuurlijk morgen vuurwerk halen en die video zal ook gelijk online komen. Ik denk dat jullie zien deze video op het moment dat wij het vuurwerk aan het halen zijn. Dus die video van het vuurwerk halen zullen jullie waarschijnlijk over een paar uur al zien. En hebben we niet geslapen en zo, maar goed. Dat hoort erbij, hè, deze dagen. Maar goed, ik zie jullie zo meteen weer. Ja mensen, ongeveer ik denk anderhalf uur later. We hebben de setting best wel goed. We hebben de setting best wel gefixt nu. We hebben twee laptops. We hebben een tv'tje staan. Een studiolamp hebben we sowieso voor het juiste beeld. Ik ben sowieso met iemand die mij helpt met de streams. Even een dikke shout-out naar hem. Hij heeft ook YouTube waarschijnlijk. Ja toch? Ja. Kijk. Dexter is in de building. En moet je kijken hoe ziek die livestream setting. Kijk, dit wordt de livestream settings. Dan gaan we zo live. Maar ja, op het moment dat jullie deze video zien, is de livestream al geweest. En kunnen jullie hem gewoon terugkijken. Maar dit zijn sowieso even de beelden ervoor. Kijk, daar staat een studiotafel. En dit wordt dan eigenlijk, dit gaan jullie zien in de livestream. Kerstboompje op de achtergrond, wat dummies. Hey. Nice. Ja. Hallo, goedemiddag. Ja, ik zou zeggen, je kan tegenwoordig over heel het internet zomaar bestellen, hoe oud je ook bent. En wat je er ook niet van af weet of wel van af weet, je kan het zomaar bestellen. Dus ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. We kennen hem allemaal, de slogan, je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Toch post Mies van het YouTube-kanaal Pyro Team Delft elke dag een vuurwerkvideo. En heeft zelfs bijna 40.000 abonnees. Mies, what's up? Ja. What's up? Ja, illegaal vuurwerk wordt steeds populairder onder jongeren. Hoe kan dit? Ja, ik zou zeggen, je kan het tegenwoordig over heel het internet zomaar bestellen. Hoe oud je ook bent. En wat je er ook niet van af weet of wel van af weet, je kan het zomaar bestellen. Dus ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Ja, want die pakketjes worden natuurlijk niet gecontroleerd. En het komt dan gewoon met de post binnen in je brievenbus. Dat is hoe het gaat. Ja, zo gaat het inderdaad. Maar het is natuurlijk wel zo dat het vuurwerk wat verzonden wordt via de post is wel in heel Europa gewoon op markten te verkrijgen en zo. En zodoende kan het heel makkelijk verscheept worden door Europa, want het is natuurlijk allemaal één Europa hier. Oh, maar daar is nog geen regelgeving voor? Zijn ze daar wel al mee bezig? Nou, je mag natuurlijk hier in Nederland mag je natuurlijk geen vuurwerk via de post verzenden. Mm-hmm. Alleen in dat soort landen wordt er natuurlijk niet wordt het natuurlijk niet gecontroleerd als de pakketten worden verzonden. Want die gasten maken natuurlijk ontzettend veel geld in deze tijden. Hoe kom jij aan je vuurwerk? Nou, eerlijk gezegd, kijk, we hebben natuurlijk best wel een bereik met het YouTube-kanaal. Dus wij proberen altijd, we doen altijd onze video's, videoopnames doen wij in het buitenland. Dus dat is België, Tsjechië en Polen. En daar proberen we ook de video's te schieten, wat betreft illegaal vuurwerk. Ah. En dat is wel slim natuurlijk. Ja, oké. Okay. En dat is zeg maar hoe je uit het vizier blijft van de politie. Want ik bedoel, het zijn toch illegale nitraten, cobra's die er worden afgestoken in je video's. Ik denk dan, dan krijg je toch zo de politie op je dak.
Ja, nee, sowieso. Ja, we hebben natuurlijk wel. We zijn het, ik denk dat we wel bekend staan bij de politie. Alleen, ja, ze weten natuurlijk ook wel dat wij natuurlijk geen cobra's in huis gaan hebben. Vroeger was dat wel zo, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Vroeger hadden we wel wat thuis liggen. Ja. Maar sinds dat YouTube een beetje een beetje groot aan het worden is, doen we dat niet meer. Hé, hey, maar ik zie je gewoon. Ik bedoel, je heet niet voor niks Pyro Team Delft. Ik zie ook filmpjes waar je gewoon in Delft overdag vuurwerk aan het opsteken bent. Wat natuurlijk vet illegaal is in Nederland. Ja. Nee, dat kan misschien kloppen. Dat zijn misschien of oude beelden nog, of dat zijn dat is categorie 1 vuurwerk. Mm-hmm. Want categorie 1 vuurwerk is nog best wel wat verwarring over bij de consument. Omdat het mag het hele jaar door worden verkocht en worden afgestoken. En ja, dat doen we ook gewoon in Nederland. En op straat gewoon. En maken we video's daarvan. Dus ik hoor je lachen zelfs. Ja, nee, het is echt zo hoor. Ik zeg het. Hoe zit het in Tsjechië dan? Daar mag je gewoon vuurwerk afsteken, whatever it is. Ja, daar ligt het gewoon op de markt tussen de bloemkolen en de sla. Jo. Ja, echt waar. Het ligt daar gewoon op de markt tussen de andere dingen zoals kledingstukken en zo. En dat is best wel apart om dat mee te maken als je echt van vuurwerk houdt en je gaat die kant op, zeg maar. En je mag daar ook gewoon het hele jaar door afsteken. In ieder geval als je natuurlijk geen overlast veroorzaakt. Maar er zijn daar heel veel gebieden waar niemand woont. Dus daar kan je lekker je gang gaan. Ja, waar komt die love voor vuurwerk vandaan? Ja, ik bedoel, ik snap het wel. Ik hou ook van vuurwerk. Maar niet dat ik denk, ik ga elke dag een filmpje maken over het aansteken van een rotje of zo. Nee, maar je hebt de afgelopen nacht wel even besloten om gewoon vuurwerk te doen. Ja, nee, het is sowieso eigenlijk. Kijk, ik denk dat ieder jong ventje en misschien ook wel meiden hoor. Die wat jonger zijn dan 13, 14, die houden allemaal van vuurwerk. En zo was dat bij ons ook. En wij begonnen met video's maken om gewoon eigenlijk voor onszelf. Dat hebben we toen op YouTube gegooid. En die werd toen 1,5 miljoen keer bekeken, die video. En toen dacht je, yes, we hebben hier iets. Ja. Heb je wel eens een ongeluk gehad? Nee, nog nooit. Ja, en ook niemand van je vrienden? Nee, nooit. We zijn altijd, proberen we gewoon op de juiste manier mee omgaan. En als dat kan op Morrits hoofd. Is het erg gevaarlijk en dan kan het wel afgaan als je, of in ieder geval dan kan het al misgaan wanneer je iets op een juiste manier afsteekt. Maar dat hebben wij nog niet ondervonden. Oké, goed zo. Nog tips trouwens, want het is bijna zover hè? Overmorgen gaan we vuurwerk afsteken en jij bent de vuurwerkman denk ik van Nederland op dit moment. Tips, Mies? Tips, of één tip? Ga veilig met vuurwerk om, zou ik zeggen. Ga er geen kattenpaard mee uithalen, geen vandalisme. Want daar help je de traditie eigenlijk alleen maar mee om zeep natuurlijk. Dingen kapot maken of... Ik hoor de boodschap. Ja, ik hoop dat ze dat meenemen. Hey, Mies, dankjewel. Succes nog met het YouTube-kanaal. Yes, succes hè. Dag. Thanks. Doei. Hoi. Ja mensen, op dit moment zijn we aan het livestreamen. En daar zo staat de camera, maar het is echt los aan het gaan in die chat, dat is echt bizar. We waren daarnet natuurlijk ook op de radio en ik zit hier met Stan van PTD. Ja toch, daar een camera, overal. Maar we gaan sowieso zo lang mogelijk door voor jullie. Want we weten dat heel veel mensen niet kunnen slapen, ook tijdens deze avond. Dus we gaan toch een lekkere tijd door. Ja, jij moet morgenochtend rijden. Zo, dan wordt echt erg man. Maar ik zie jullie zo meteen weer. Jongens. Iets, als jullie in de vlog willen komen van morgen, ga dan even iets in de reactie zetten, ja? Want er komen zo weinig reacties in de chat. Moet je kijken mensen, dat is echt bizar. Zo, een reactie achter in de chatbox van deze livestream. Ja mensen, we zijn nog steeds bezig. Dit is de stream. Op dit moment zijn er nog steeds een paar honderd aan het kijken. En ik ben nog steeds niet moe, maar we gaan niet slapen. En straks gaan we natuurlijk richting het vuurwerk halen. En even kijken, de reacties gaan wel echt keihard. Jullie willen allemaal in de vlog komen. Nou, dan ga ik sowieso even dat laten zien. Aan de mensen moet je kijken, gek. Die chat die ontploft, gek. Dat is niet normaal. Hou je hem dan weg? Ja, hier kijk eens hier. Je hebt je beter beeld. Hier heb je beter beeld. Zo. Dus ja, als de livestreaming going on, dan. Is fantastic. Dus sowieso zijn we nog steeds aan het livestreamen. Dit is Barcelona. En dat zijn jullie natuurlijk. Ja, echt gruwelijk. Hé, hey, ze hebben jouw auto al ingeplopt. Huh? Jouw auto al. Kut, kan bijna naar de 40.000 subs. Ook fucking gruwelijk. We zijn nog steeds met allemaal mensen hier zo in de bek aan het chillen. Want we gaan straks natuurlijk vuurwerk halen en het wordt gruwelijk. Ik denk dat we niet gaan slapen, misschien wel. Of daar tijd voor is, weet ik niet.
De chat gaat nu trouwens echt keihard, mensen. Moet je kijken. Jezus. Dat alarm gaat sowieso af. Die gaat 100% af, jongen. Tud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  40.000 subs, mensen, fucking gruwelijk. We hebben hier ook nog een rookmelder. Dus we hopen niet dat die afgaat. Maar dikke SO naar iedereen die net heeft gesubbed in die... Ja, hé, niet doen, maar als die afgaat, gek. Dat was hem al. Jullie hoeven stekkertjes, joh. Dat ding gaat sowieso... Ik voel dat die afgaat, hoor. Zo, kan we binnen. Ja, mensen. We hadden even snel, gedaan. We gaan zo meteen sowieso nog een keer doen. Maar brandalarm gaat nog steeds niet af. We hebben wel een brandalarm hier gekomen. Maar wel echt lijp. Hey, ben je nog aan het filmen? Ja. Ja, maar er wordt flink FIFA gespeeld hier. We gaan straks natuurlijk vuurwerk halen. Chips wordt er gegeten. Dat is zijn controle trouwens, hè? Ja. Ja, toch? Ja. Kunnen we even switchen dan? Ja. Wordt flink gegeten in de beeld. Als we storen, dan geef je gelukscontrole. Ja, livestream is nu klaar, mensen. We zijn nu aan het afbouwen. We gaan zo meteen stoppen. Eventjes. Ik ben helemaal kapot, joh, van die livestream. We hebben denk ik meer dan 4 uur gelivestreamd. We gaan zo meteen even rust nemen en dan gaan we naar Duitsland. Vuurwerk halen en dan op dit moment, als jullie deze video zien, dan zijn we er waarschijnlijk. Dus ja, dat is natuurlijk gruwelijk. Ik zou zeggen, check de video van straks ook. Duitsland vuurwerk shoppen. Het is altijd een leuke video elk jaar. Ik denk dat jullie daar wel allemaal naar uitkijken. En zo naar iedereen die bijvoorbeeld PayPal donaties heeft gedaan, want dat was sowieso ook gruwelijk. Hebben we nooit willen doen eigenlijk, maar we kregen zoveel aanvragen van mensen die het wilden. We dachten, nou ja, dan doen we het gewoon, maar kunnen we altijd besteden in Duitsland. Ik zou zeggen, vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren en over een paar uur staat de Duitsland Shop video online. En ik hoop dat jullie ook veel vuurwerk al in huis hebben. Ciao.